Dit is het beeld dat oorbleeuwt na een slagontromming van de Triemen. De gaslucht waar toen Dutsen trof de directeur van de squallen. Ik zou de meters opnemen. En dat doen we één keer in de maand, nemen we de meterstanden op. Dus het begin van de maand en die zou ik opnemen. En toen die ik de doorriep meer en toen hong je duidelijk een gaslucht. Dus toen gaf ik eerst naar het stafbureau bellen van wat mouw je mij? En die had trollinkt. En toen kreeg ik al binnen 5 minuten een berichtje. We hebben om ontruimen, berninboeten en de hoofdkraan afsluiten. Dus dat hadden we die in. Het winterwaar kwam goed van pas bij de ontromming. Maar dit waren kist heel snel ontrommen. Want dan zei ze in alle klassen, jongens, we gaan eventjes een hoek in de sneeuwbjartje. En dan gaan ze binnen no time hun jas aan en ben ze boeten op het plein. Dus dat was heel, heel vlot. Echt, nou, binnen 5 minuten weer de squallen leeg. De band binnen naar het trefpunt van Talanta gebracht. Daar binnen de ouders bellen om de band weer op te hellen. Want de lokaal die je net meer warm te krijgen. En dus kregen de leerlingen sneeuwvrij.